We gaan natuurlijk. Wow! Holy shit! Oké. Okay. Die kill was echt extreem nice. 8 HP hebben wij. We hebben een sniper, jongens. Yo, dan mensen. Tof dat jullie kijken naar deze gloednieuwe video bij mijn kanaal Gamesroom. En in deze video, zoals je ziet, gaan wij een gloednieuw spel doen. Natuurlijk op de PC. Het is Fortnite Battle Royale. Deze serie, het wordt dus een serie. Ik ga in plaats van PUBG, ga ik deze game voortzetten in de serie. Puur omdat ik in dit spel iets meer plezier heb en ook iets beter in ben. En dat is ook leuk natuurlijk voor jullie om naar te kijken. Wat dit spel dus gewoon inhoudt, het is gewoon een Battle Royale game zoals PUBG, Hazon, Z1, wat je ook... welke Battle Royale game dan ook. Je moet gewoon inspannen, looten en mensen killen. En je moet zo lang mogelijk proberen te overleven. En we spannen hierbij allemaal containers. Ik wil eigenlijk naar een stadje, maar ik zag toch dat hij weer iets te ver is. Oké, daar is iemand geland. Ik ga hier even loeren. Oké. We hebben hier alleen ammo. Dat vind ik niet goed. We moeten wel wapen. Oh, wat alleen... Jongens. Ik heb hier een ammo box en nog... Oh shit, ik word beschoten. Oh mijn god. Maar we hebben geen... Oké, kom op. Laat hier een wapen zitten. Er zit een guy achter mij. Ik hoor een chest. Ik weet niet... Oh shit, dit is de... Oké, we gaan snel wegrennen, want we hebben een wapen nodig. Oh my god, dit had ik ook niet verwacht. Dat we alleen maar ammo zien te vinden. We hebben wapens. Oh, oké. We hebben een AK. Oké, dat is nice. Dan kunnen we in ieder geval terugschieten. Anders. Oeh, daar is. Wat de hel? Hier zit een gouden kist. Hoe moet ik daar komen dan? Of hier daar? Oké. Het is dus inderdaad een leuke game. Je moet ook bouwen en dingen slopen. En dat vind ik op zich best wel geinig idee. Gewoon, het is op zich de kindvriendelijke PUBG eigenlijk. Het is gewoon. Ja, nog steeds. Je schiet mensen overhoop. Maar het is gewoon een leuk spel. Oké, we moeten even hier. Hier moeten we inspringen. Oké, lukt dat? Nee, dit is toch al moeilijk, jongen. Daar kom je toch nooit binnen? Oké, handpistooltje. We moeten die gouden kist even pakken. Hoor ik nou iemand? Ik hoor iemand, volgens mij. Ja, ik hoor iemand lopen. Waar ben jij, vriend? Ja, dat gouden kistje maakt zoveel lawaai. Benches, nice. Ammo ook weer. Oké, er zit hier een guy ook. Maar ik moet die gouden kist daar hebben. Alleen, we moeten even wat metaal hebben. Willen we daar een brug kunnen bouwen. Dus ik sloop even dit. Want ik wil dat gouden kistje natuurlijk looten. Want daar kan nice loot in zitten. Oké, we hebben nu genoeg voor een plateau. Ik zie hem onder mij lopen. Oh, hij heeft ook een oh shit. Oké, doen we nog wat. Oh, ik val. Oh, mijn... Wat dom ook weer. Hij denkt misschien nog dat ik boven zit. Hij heeft de shotgun sowieso. Oh nee, niet eens. Hallo. Ik raak gewoon niks, hè. Wat de hel. Oké, we pakken de AK erbij. En we moeten die vent eigenlijk gaan rushen. Zullen we gewoon gaan rushen? Hij heeft nu veel betere spot, maar boeien. Oeh, dat waren nice hits. Pak de andere wapen. Oké, we hebben hem. Easy peasy lemon squeezy. Oké, dat scheelde even. Ja, dat kon fout gaan hier. We hebben wat ammo, metaal en die hoef ik eigenlijk niet. Hij is toch beter dan deze. Oké, dan pakken we hem alsnog. Slepen we die even weg. Deze hier neer en deze daar. Oké, dat is onze eerste kill. Dat is denk ik ook de enige guy die hier is gespand. Maar hoe ga ik die kist krijgen? Ik kan daar namelijk niet zetten. Dat is echt fucking... Wacht, ik heb al een idee. Bouw hier gewoon een... Kan dat ook niet? Waarom kan ik... Oh, wacht. Waarom kan ik... Oh, die... Dit is zo irritant. Ik kan hier niks tegenaan zetten. Wacht, ik heb al een idee. We gaan hier naar beneden. We bouwen hier gewoon een brug van metaal. En hier ook. Kan dat... Nee, ik kan hier niks neerzetten. Ik sloop... Ja. Jongens, ik heb geen idee hoe ik bij die kist kom hier. Nou, fuck it. We laten die kist. We zitten wel safe. Ja. Oh, hier zit er ook in. Oké, dan pakken we deze wel gewoon. Deze kunnen we tenminste wel normaal pakken. Hoppa. Oké, dat is toch weer een medkit. Wat is dat? Oh, een... Oh, dat is heel nice. Je moet even loeren. Medkit voor deze. Oké, we hebben nu een grenade launcher. Dat is super nice. Want dat ding is super nice voor... Omdat iedereen natuurlijk bouwt in dit spel. Dan kan je gewoon lekker de boel kapot maken. Ik kan daar niks neerzetten. Kan, ja, het is onmogelijk om hier te komen. Die sprong hou je ook niet. Het is... Wacht, en als je hier nou een plateau tegenaan... Nee, dan kan ik alleen hierop staan. Oké, nou, we laten het hierbij. Laten we hier gaan vertrekken. Ik vind het wel genoeg geweest hier. Even de uitweg zoeken natuurlijk. We hebben best wel nice wapens, medkits en bandages. Dus we zijn... Ja, we zijn op zich best wel sterk. Dus nu is het gewoon de... Oh my god. Is dat...
dat waren nice hits. Wat doet hij daar? Hij springt op... Wacht, hier is die noobtube voor. Kijk dit. We blazen gewoon een heleboel op. Ja hoor, weer een killetje. Die vent had gewoon geen schijn van kans. Hij jumpt opeens uit die vrachtwagen. Want in die open vrachtwagen zitten natuurlijk van die mooie gouden kistjes in. Even loeren wat ik mee moet nemen. Ik wil die shotgun eigenlijk wel meenemen. Maar voor welk wapen? Ja, de burst. Oké, we pakken gewoon de shotgun helaas voor de AK. Want ik vind de shotgun wel echt nice om te hebben. En de M16 op zich is ook al wel gewoon nice voor afstandjes. We hebben al 2 kills, dat is nice. Laten we een beetje naar zuiden gaan, naar Rito Row, Southeast. Ik heb daar al een marker staan, dus we kunnen gewoon easy heen. Dus laten we daarheen gaan. Ik denk dat dat wel een goede plek is om überhaupt kills, mensen te vinden. Maar ook gewoon om een beetje safe in de safe zone te zitten. Misschien dat we onderweg nog mensen gaan tegenkomen, waarschijnlijk wel. Eigenlijk wil ik een sniper hebben, dat zou zo chill zijn. Oké, die open vrachtwagen zit geen gouden kist. Want een sniper is echt sterk in deze game. Oké, laten we even naar boven gaan. Ik wil wel even hout gaan doen, want ijzer is iets chiller om te hebben dan hout. Oh shit, ik schrik me dood man. Ik schrik me de hele tijd kapot gewoon. Woe! Hij is goed, hij heeft mij... Oh shit, ik ben door... Deze vent was wel goed. Hij had ook nog armor, zeg maar. En dat is best wel sterk eigenlijk. Armor is echt nice in deze game. En een sniper. Armor, sniper en de scar. Dat zijn de 3 must-haves in deze game. We gaan natuurlijk 2 potjes doen per aflevering. Dus tot zometeen. Een kinker. Zo mensen, we zijn bij het 2e potje aangekomen. En deze keer gaan we naar Sandy Springs wel landen. Waar we toen net dood gingen, gaan we nu landen. Dus het is een nice startje hier links van mij. Dus ik ga er even zien waar is die. Daar. Ik ga er nu uit en dan gaan we er gewoon heen. En dan kijken of we daar wat loot kunnen vinden. Want dit startje is op zich best wel druk qua spawns. Dus als je spant, moet je gelijk een wapen zien te vinden. Want er spant waarschijnlijk nog iemand in je huis. Omdat op zich, je ziet 5 huizen hier ongeveer staan. En er landen waarschijnlijk iets van 10 man of zo. Zoiets zal dat zijn. Dus ik denk dat ik naar dit rode huis ga. Ik hoop niet dat het heel druk is. Wel groot huis. Dus ik denk dat er wel veel mensen heen gaan. Maar dat grijs huis hoop ik dat hij een beetje afleidt qua loot. Dus wij gaan gewoon hier landen. Het landen kan op zich nog wel sneller. Oké. Snel wapen. Gelijk een wapen vinden. Oh shit. Oh my god, dit bedoel ik. Je komt altijd een man tegen in je huis. En oh, ik zag hem niet eens landen, hè. Dat is nog wat erg, maar ik kon geen wapen vinden. Nou, we gaan nog een potje doen, omdat dit een heel kort potje was. Dus op naar game nummer 3. Tot zo. Een kinker. Zo mensen, we zijn bij de 3e potje aangekomen. En we gaan deze keer naar Rito Row, dus we gaan er nu al uit. Ik hoop dat dit een wat chillere stad is om te landen. Het is ook veel groter. Dus ik hoop dat we hier gewoon wat meer kans hebben om een wapen te vinden. Om natuurlijk de mensen te killen die vlak bij ons zitten. En ja, we gaan gewoon zien of we hier natuurlijk veel loot kunnen krijgen. Ik denk dat dit wel een druk startje zal zijn. Want het is een best wel... het is een stad in het begin waar de bus begint, zeg maar. Waar die de map invliegt. En er gaan er altijd superveel mensen eruit. Dus ik ga altijd hier bij dit rode huisje. En we gaan gewoon kijken of we hier natuurlijk super toffe loot vinden. Als we een scar vinden, sniper, zoiets. Gewoon een goede afstandswapen. Zou echt nice zijn, want een scar is echt een chill wapen. Oké, er gaat nog iemand heen. Waar gaat hij heen? Ik ben er veel in. Hij vliegt de hele andere kant op, joh. Oké, zie je een groen wapen daar? Oh my god, ik word nu al beschoten. Ik wil niet nu al dood. Ik wil eerst een wapen. Ik ben nu al beschoten uit de lucht, hè. Oké, we hebben een Magnum. Dat is tenminste iets. Maar het is lang niet genoeg voor wat we hier allemaal tegenkomen qua enemies. Jee, mag alleen... Ik wil even luisteren of er een gouden kist hier zit. Ja, hier zijn mensen. We hebben alleen een Magnum. Wat is dit dan weer voor onzin? Spel, gun ons ook eens even wat. We kunnen naar dat kapotte huisje gaan. Ik denk dat dat wel slim is. Want hier kan iemand zitten. Dus we rennen even via hier zo. Dit huisje. Maar ik werd daar beschoten. Die deuren zitten nog dicht. Ik zie daar ook nog loot binnen. We gaan hier naar binnen. Oké, het is geen deur of wel. Nee, sla die muur eruit. Ik kijk heel even op links. Oké, wacht. We kunnen al naar binnen. Oké, let's go. Oeh, shotgun. Nice. Oké, dat is chill. Shotgun. Voor close range is dat super awesome. Chill. Shotgun is ook nice om te hebben. Kijk of hier die gouden kist zit. Nope. Ik ben ook heel erg op mijn geluid aan het letten. Niet dat er weer iemand zo opeens voor me staat. Dat bedoel ik. Ik hoorde hem niet, hè. Omdat hij gebukt was. Oh, we hadden hem nog wel. Dat is nice. Super top. Oké, we hebben een kill erbij. Dat is nice. We gaan hier even nog naar boven loeren. Is hier nog wat bruikbaars? Nee, niet erg. Was dit die guy die op mij schoot net, of niet? Dat kan best, hoor. Oké, we gaan even naar dit grijs huisje. Ik zie de deuren nog dicht. Of het is een valstrik. Het is een valstrik. Oké, we gaan die guy rushen met onze shotgun. Waar de fuck is hij? Oh, daar.
Dat was één hit. Oh, twee hits. Zit hier onder de trap? Ja, oh! Ik wist het, hè. Ik wist het. Wacht, ik moet even die M16 hebben voor dit wapen. Holy shit, hij heeft een blauwe shotgun. Die is beter. Oh, dan wil ik wel die blauwe shotgun. Oh, ik doe allemaal dat looten, jongen. Dat is echt... Oké, en dit allemaal mee. Oeh, dat scheelde niks. Ik zeg het je eerlijk. Ik hoor nog meer schoten. Oké, even een bench gooien. Even wapens op orde. Shotgun staat goed. Die omruilen. Ik hoor iemand. Oké, dat was niet slim. Dat ook niet. Yo, die hits mogen ook wel raak gaan, hoor. Ja, oké, nice. Wow, er zijn fucking veel mensen hier. Oké, dat is een ad kit, een aid kit. Even dit oppakken en dan moeten we eigenlijk die droppen, zo. Oké, dit gaat nice. Ik gooi even die medkit. Ik hoop niet dat iemand hier weer komt. We hebben 3 kills nu. En holy shit. Oké, die shotgun is echt chill om te hebben. Dat zeg ik je eerlijk. Dat ding is super nice. Oké, we zijn nu weer... Was dat iemand? Ik hoorde daar een nade. Oké, ik moet even die bench weer hier oppakken. Oké, we gaan er weer op af. We hebben 3 kills. Hopelijk kunnen we misschien nog wat meer natuurlijk killen. Ik hoor hier een kist nog zitten. Die gaan we even looten. Even kijken. Oké, dat bedoel ik. Hij heeft een nade. Oeh! Hij heeft een nade launcher. Hij schiet mijn hele huis aan vlaggen. Maar daar zit die gouden kist nog. Die moet ik nog hebben. Enemy. Oké, wacht. Ik kan hem zo zien en ik kan dit slopen. Oké, gouden kist. Nee, er zit niks bruikbaars in nu. Eerst even die guys. Hij wordt beschoten door een Scar guy. Die guy heeft een Scar. Een Scar is echt een overpowered wapentje eigenlijk. Oké, ammo, nice. Oké, we moeten die Scar guy eigenlijk killen. Ik zal het in ieder geval proberen, maar hij zit echt perfect gewoon. Hij zit op die heel. Ik kan die nooit gaan challengen, want die Scar is ten eerste veel sterker dan dit wapen. Hij heeft een head glitch. Want hij heeft daar een muurtje gebouwd. Oké, hij loopt daar. Oké, even kijken wat hij gaat doen. En waar die op gaat schieten, op die guy daar. Zullen we omlopen? Ja, maar ik ben hier zo in het open. Hij heeft gewoon een... Ja, dat bedoel ik. Oké, hier lopen. Ja, dat bedoel ik. Die Scar is zo sterk, jongen. Oké, gooi dit dicht. 8 helft, dit is niet goed. Als die hier ons gaan rushen, zijn we de lul. Maar dat geluid van die bandage. Oké. Ik hoop dat hij nog daarachter zit. Ik hoor hem. We moeten even achteruit gaan, ouwe. Oké, we zijn iets... Ja, dat bedoel ik, hij zit daar. Oh shit, daar hebben we echt geluk mee gehad. Hij zit om... Deze man is zeg maar zo'n hunter, weet je wel. Die echt gewoon dit spel goed kan spelen. En die ook gewoon de goede wapens daarvoor heeft. Ja, als ik nu ga rennen, dan ziet hij me 100%. Maar je weet toch al waar ik ongeveer zit. Hij zit bij die boom, denk ik, daarachter. Fuck it, we gaan rennen. Hopelijk raakt hij ons niet. Oeh, ik snel naar binnen. Oké, ik heb geen idee wat de plannen zijn tot nu toe. We kunnen een beetje loeren waar die guy zit. Ja, die vent is gewoon veel beter dan ons. Hij heeft veel betere wapens. Oh, dit huis is al helemaal opgeblazen, joh. Het is al geloerd. Eigenlijk wat ik nu hoop, is dat hij ons rusht en dat we met een shotgun hem kunnen killen. Want daar maken we veel meer kans. Zit er trouwens safe? Oké, we moeten naar het noordwesten. Dat is die kant op. Oké, daar gaan we vast een beetje heen. Ik weet niet waar die guy is, hoor. Ik hoop nog steeds ergens bij die boom, maar ik geloof daar niks van. Ik denk dat hij al ergens anders is gebonjourd. Even loeren. Fuck it, we gaan er vandoor. Ik hoop niet dat hij ons gewoon ziet dat we wegrennen. Nou, het zal wel. Oké, we gaan er gewoon even ver weg van hem. We moeten richting het noordwesten. Ik ga nu even naar het westen. Een beetje hem vermijden. Oh shit, fabriek. Hier, ik hoor je schoten. We gaan erop af. Het is hier om de hoek. Hallo.
Wacht, we gaan hier naar boven. Ik denk dat dat een slimme zet is. We gaan op deze berg. Oh shit. De safe zone. Maar waar de heck zijn die enemies? Ja, we moeten rennen. Fuck it, we moeten gaan. Zag ik hem daar? Ja. Ik kan gewoon niks zien. Alles is zo waar. Oh, we hebben hem gewoon. Alles was zo waar. Oké, dit gaan we niet overleven. Oh my god. Alles was zo wazig daar. Oké, we zijn bijna in de safe zone. Ik hoop dat deze man iets van een medkit heeft. En dat ik niet in mijn nek wordt geschoten door waar hij in fight zat. Oké, even snel looten die handel. En dan gaan we er gewoon weer vandoor. Oké, we hebben 15 bandages en wat kogels. Dat is nice. Oké, we gaan hier. Als we hier bij de safe zone zijn, gaan we bij deze steen even healen. Want zo. Of nee, we gaan hier bij deze containers. We gaan hier in het midden zitten. We zijn heel low. Dan kan ik die... Ah, dat kan ik niet neerzetten. Ik haat die containers. Echt waar. Je kan er gewoon niks neerzetten. Oké, even healen. Wat er nu de kans bestaat is dat die guy waar hij net in fight mee zat of dood is. Dat ik hem niet heb gezien. Of hij komt er ook zo aan. En dan zitten wij hier hem op te wachten. Oké, we zijn weer full health voor wat het kan met bandages. Ja, dat bedoel ik. Oh, waarom mis ik die allemaal weer? Ik zei het je. Er moet nog iemand zijn. Hij rent weg. We gaan natuurlijk... Woe! Holy shit! Oké. Die kill was echt extreem nice. 8 HP hebben wij. We hebben een sniper, jongens. Dat is super awesome. Een sniper. Oké, dat reactievermogen van mij was daar echt super nice. Holy damn, daar konden we dood zijn. Holy shit. Oké, even weer full healen. Oké, dan pakken we even de sniper. Hij heeft er 90 kogels voor. Dat is wel nice. Ik heb nog 1 bandage. Oké, we moeten gelijk gaan voor de safe zone. Moet hij gelijk weg? Ik moet een heel stuk lopen. Oké, ik zet even die sniper hier neer. Die daar, die daar. Oké, let's go. Oké, dit is wel heel nice. Hier kunnen veel mensen bij inkomen. Dat bedoel ik. Oeh, die was bijna raak. Oké, die vent gaat doorlopen. Gaat hij achter de boom? Nee, hij gaat doorlopen. Oeh, dat was weer bijna. Je moet iets lager heen. Als hij door dat water gaat, is het heel dom. Oh my god. Ja, oké, we hebben hem. Dat is zo dom, jongen. Vriend, je moet dan bouwen desnoods. Ik kan hem waarschijnlijk ook niet looten. En hij... Oh my god. Arme gozer. Want door dat water lopen, dan ga je opeens een heel stuk slomer lopen. En dat is wat waarschijnlijk ons probleem nu ook gaat zijn. Oké, ik kan hier waarschijnlijk doorheen bouwen. Dat zou nice zijn. En ik wil hem even looten nog, man. Ik moet deze guy even looten. Wat heeft hij? Hij heeft... Oké, fuck it. Het is niet waard om nu nog te gaan looten. Ik wil eerst safe zitten. Dat is daar. Oké, ik hoop niet dat we via rechts worden beschoten. Oké, laten we hier een plateau maken. Oh. Zo. Hout nu. Dankjewel. We hebben niet zo heel veel hout. Wat best wel kut is. En we zitten ook nog niet safe. Oké, dit is wel een stresspuntje waardig. Metaal gebruiken. Hop, hop, hop. En we zitten safe. Oké. Oké, dat scheelde niks. We hebben op zich ook niet zo heel veel health kwijtgeraakt. Oh, daar loopt iemand. Gaat hij healen? Stop, stop. Dankjewel. Oké, dat was zijn armor. Hij kan nergens heen nu. Ja, hij kon nergens heen. Ik nam even de tijd voor dat schot gewoon. Want je weet me nooit. Straks, dat bedoel ik. Oh shit. Hij zit... Is dat iemand? Ja, dat is hem. Ja, oké, nice. Hij bewoog. Oh, dat was dom. Hij heeft mij nu in het vizier, wat best wel kut is. Ja, ik moet eigenlijk een andere plek zoeken. Oh, hier wel. Hij zit daar. Daar, daar heb je hem. Hoppa! Get neukt. 8 kills, oké, dat gaat nice. Nog 7 survive. Ik moet hem looten daar. Maar dat kan hetzelfde zijn als wat ik net deed bij deze guy. Dat hij ook vol door zijn bakkers wordt geschoten. Maar het moet. Ik heb geen steen en niks meer namelijk. Oké, het moet. Ja, kut. Kut, 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 kut. Ja, fuck it. We moeten hem looten. Ik hoop gewoon voor zegen dat we gewoon niet... Ja, dit is zo jammer weer dat we door dit... Kijk hoe Slomi rent door dat water. Fuck it. We moeten het doen. Hij heeft armor. Oké, snel opdrinken die handel. Ik hou gewoon mijn nek in de gaten. We hebben een sniper, dus we kunnen gewoon terugschieten. Oké, stenen bedoel ik. Hier wat ammo, granaatjes, hout. Oké, laten we nu gaan. Oké, we moeten nou onze weg door het water. Wat is het? Het lijkt wel olie, man. Het is gewoon zwart. We gaan naar die guy toe. Hij had ook een sniper, dus hij heeft waarschijnlijk ammo voor de sniper. Oké, dit gaat nog goed. Ik blijf gewoon heen en weer lopen.
Daarna moeten we via daar naar de safe zone. We hebben 8 kills, dat is super dope. Oké, we kunnen weer rennen. Oké, let's go. Dit is nice. We hebben het overleefd op een of andere manier. We werden gewoon niet doodgeschoten. Dan nemen we even de bandage mee. Hout. En steen. Wat? Ik wil de steen, dankjewel. Oké, we zijn ready. We hebben weer wat sniper bullets erbij, een paar maar. Oké, nu moeten we gewoon vol naar de safe zone rennen. Mensen kunnen wel een lijpe bunker nu gaan maken. Zeg maar daar en op de berg. En wij lopen hier weer vies in het open. Het enige voordeel wat we nu hebben is dat we niet door het water hoeven te lopen en dat de safe zone best wel slow is. En dat we nu eigenlijk wel safe zitten. Oké, dat was dom of slim. Waarschijnlijk dom, want als ik hem had geraakt was het slim geweest. Maar tot nu toe mag het niet baten. Die vent heeft een scar, dat zag ik gelijk. Ik heb jeuk aan mijn oksel, ja dat moet ook gebeuren. Die vent heeft een scar en dat is best wel kut. Want die scar die gaat mijn hoe dan ook killen vanaf die afstand. Tenzij als ik een mooie sniper hit heb. Oké, we zitten safe. Dat is nice. Alleen die guy zit in mijn nek daar. Dat vind ik niet chill. Zie ik niemand daar. Het huis zit niet meer safe. Oké. Hij kan hierboven zitten. En ik ga dat verliezen als ik op hem ga rushen. Want hij heeft een veel beter wapen van die afstand. Medium afstand, range afstand is ook gewoon super sterk. En ik heb een sniper. En op zich, ja, ik heb wel gewoon een wapen. Maar die van hem is gewoon veel sterker. En dat is het probleem. Oké, ja, daar is hij al. Hij maakt een fort daarboven. Zie je, dat bedoel ik. Kut. Oké, ik zit op zich safe voor nu. Voor een ander, voor 2 minuutjes ongeveer. Ik hoop gewoon dat die guy weggaat en dat we daarna kunnen rennen. De safe zone zou waarschijnlijk niet zo heel snel kunnen gaan. Ik hoop niet dat iemand in mijn nek komt. Oké, het wordt een klein gebiedje nu. Het is vol in het open. Ja, hij heeft gewoon veel meer kans met zijn scar. Ik moet die kant op. Dat is perfect in zijn angle. Dus ik moet gewoon even een beetje loeren naar mensen die daar zitten. En naar deze guy in de gaten houden. Kijk, hij is aan het bouwen. Hij maakt een... Oeh, wat gaat hij doen? Wat gaat hij doen? Is dat een dak? Nee, dat is een... Ja, die vent, kijk, hij maakt een heel... Oké, als hij... Ja, ik wacht even tot hij zijn hoofd laat zien. Maar dat gaat hij natuurlijk niet doen vanaf hier. Shit. Oké, we zitten in een dilemma. 5 man erin mee. Dat zijn heel weinig. En zeker op dit kleine gebiedje. Ik vertrouw mij daar, die kant, vertrouw ik voor geen zak. En deze guy weten we dat hij hier zit. En wij zitten op zich. Ik weet niet of hij ons heeft gezien toen net. Maar tot nu toe bevalt mij deze plek voor geen... Oh my god. Jullie zagen dat ook waarschijnlijk. Hij zit achter die boom. Als ik schiet, weet die guy achter mij dat we hier zitten. Dat bedoel ik. Laat je kop zien, laat je kop zien, alsjeblieft. Dan kan ik omdraaien. Ik vertrouw die man daar zo niet, hè. We kunnen nu ook gewoon gesnijd worden door deze man. Maar die guy daar. We hebben geen grenade launch. Oh, we hebben wel nades. Oh, waarom doe ik dat dan gewoon niet? We hebben de 10 hier. Plug. Hop. Hij is bijna down. Ik ga hem rushen, want die guy in mijn nek kan mij anders killen. Oké, die is down. Oké, dat bedoel ik. Oh my god, we hebben 10 kills, jongens. Ik zit nou zo erg te zweten, jongen. Dat is niet te geloven. Dit is even een concentratiemomentje nu, hoor, jongens. We zitten safe. Met mijn rug, jongen. Laten we een bunker gaan maken. Hoeveel... Oké, we hebben... Ja, fuck it. Houtbrug... Kan ik een houtbruggetje maken, joh? Ik wou zeggen. What the... Waarom kan ik die brug hier niet neerzetten? Shit man, dit is echt ruk. Oké, wacht, zo. Oké, we hebben een nice advantage point. Oh, dit is heel nice. Want in onze nek kan die eigenlijk niet komen. Ze zitten daar, denk ik. Oké, we hebben een... Oké. Oh, dit vereist even concentratie. 3 remain, waaronder ik natuurlijk. Dus ik moet nog tegen 2 mensen... We hebben nog 4 nades. Oh, dat is wel echt nice. Sniper en een scar. Ik zie daar een bunker in de verte. Eigenlijk moet ik nu gewoon niet gesniped worden. Dat is ons ding. Als we gewoon niet gesniped worden, dan zijn we gewoon safe. We hebben ook nog armortje lopen.
Dus dat is echt nice. Zit daar niemand achter? Ik vertrouw die boom niet helemaal. Laat ik gewoon één neet op die boom gooien. Dan gaat die boom kapot waarschijnlijk. Oh, niet eens. Lol. We zitten heel even die boom kapot. Dat we zeker weten. Oké, daar zit niemand. Dan kunnen we ook een beetje ruim kijken. Die guy is bij die bunker. Dat is één guy waarschijnlijk. Die zit safe. Hij heeft de beste plek. Daar. Oeh, wauw. Daar is een airdrop geland op een boom. Lol. Oké, het is nu best wel camperachtig ding aangekomen nu. Ik kan naar die tree hier voor mij lopen. Naar die boom. Daar zit ook niemand, hè. Bij die boom kan ook iemand zitten. Daar zie je een muur. Maar dat is... Ik denk dat hij daar op zit. Oké, we moeten rennen. Pak mijn scar er even bij. Oké, daar zit hij. Ik zag hem. Hij zit daar. Dat was één hit, of niet? Hij kan mij sowieso zien nu. De safe zone doet moeilijk voor veel damage. Oké, ik bouw mijn weg er gewoon naartoe. Oh my god, dat is toch niet te geloven, man. Oké. Steen. Die grond hier is zo ruk. Hij is weak. Nee, hij killstealt mij. Nee. Zit hij? Oké. Het is 1v1, 10 kills. Kunnen we de 11 kills halen of gaan we hier dood? Ik ga eerst een banish gooien. Oké, hij gooit granaten. Hij is goed. Ik heb geen spul meer. Ik moet healen. Oh, holy damn jongens. Het is echt... We kunnen hier weer eentje neerzetten in solo's. Alleen hij heeft de sniper waarschijnlijk ook. Ik ben even full health aan het komen. We moeten die sniper kill maken. Ik voel dat dat onze enige kans is. Ik zie hem er ook niet meer. Hij zit daar sowieso nog. Ik moet naar dat hutje toe. Hij ook. Dus we zitten allebei niet safe. Ik heb alleen geen steen meer. 15. Dus ik kan één muurtje neerzetten. Ik kan die boom gebruiken. Oh, hij zit hier al. Holy shit. Dat scheelde zo weinig. Ik was zo scheef op het einde. Maar we hebben gewonnen. Eerste plek met 11 fucking kills. Als dat geen duimpje omhoog waard is, jongen. Holy shit. Dit is echt zo'n nice begin van deze gloednieuwe serie natuurlijk. Holy damn, jongens. Oké. Dit was natuurlijk de eerste aflevering van natuurlijk Fortnite Battle Royale. Hopelijk vonden jullie deze aflevering leuk. We gaan natuurlijk, wat zal het zijn, één keer in de week ongeveer zullen we het natuurlijk uploaden. Ik zal het alleen gaan doen, bijvoorbeeld nu solo's, maar ik kan het ook duo's doen en met 4 mensen. Dus het zal af en toe wel veranderen met hoeveelheid mensen die hier binnenkomen in de video's. En ja, maar jongens, ik hoop dat jullie genoten hebben van deze video. Vergeet niet zeker te belonen met een duimpje omhoog, te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik tot bij de volgende video, jongens. Later, mensen.